dat is... We hebben een kijker. Nee, gezellig. Hallo, Tim gaat vandaag naar Amsterdam, want heeft hij afgesproken met Anthony. En Tony, sorry als ik je naam verkeerd uitspreek, hij heeft een documentaire gemaakt waarin hij zijn telefoon laat stelen. En op die telefoon heeft hij allemaal gekke software geïnstalleerd, waardoor hij op afstand foto's en geluidsopnames kan maken met die telefoon, die dus gejat wordt. Dus ik dacht, ik ga even met die gast afspreken, even kijken hoe die dat doet, dat hacken, dat lijkt me heel vet. Maar ook hoe die denkt over de wet tegenwoordig, over het hacken, mag het en dat soort dingen. Dus let's go! Hi. Antoni. Hi. Ja. Ik dacht, daarachter heb ik best wel een chill barretje waar je even zitten. Ja, cheers. Kun je vertellen waar de docu over gaat? Een paar jaar geleden is hier in Amsterdam mijn iPhone gestolen. De vriend die tegenover me zat had ook een iPhone, dus die kon gelijk Find My iPhone aanzetten. En volgen waar die dik naartoe ging. Ja. Alleen ja, tegen de tijd dat ze dicht bij de dief waren, was de telefoon offline. Oef, weg. Precies. Ja. Ik dacht, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik een telefoon heb die altijd volgbaar is? Toen ben ik het dark web opgegaan en het deep web en wat hackforums. En toen kwam ik op heel wat illegale software om telefoons te hacken. Ik heb dat software uitgezocht en gekocht. Dat is wel illegaal dus, zo'n app downloaden? Nee, in eerste instantie niet. Als je eigen telefoon ermee infecteert, ja, whatever. Ja. Alleen zodra je andere mensen gaat infecteren, dan ben je illegaal bezig. Dan ben je op je computervredebreuken. Ja. Maar goed, toen was mijn conclusie al eigenlijk van, als ik dit kan, dan kan een veiligheidsdienst dit natuurlijk ook. Dan kan een hacker dit natuurlijk ook. Ja. En dat is ook wel denk ik het main point van de film. Het gaat niet per se alleen over de dief. Het is ook een hele tastbare manier om te laten zien wat je allemaal met de telefoon aan informatie kan verzamelen. Hoe werkt dat hacker überhaupt? Kun je dat laten zien? Ja, zeker. Ik heb even een telefoon bij die al geprepareerd is. Dit is echt de app en het programma wat hij heeft. Hij is echt een apparaat gebonden. Dus op dit moment heeft hij een verbinding met de telefoon. Precies, je kan nu zeggen start volgen. Kijk, GPS staat niet aan. Zou je bevestigen? Locatie uit. Ja. De opdracht. Instant gaat de locatie het pionnetje aan. En hij zegt nu binnen een straal van 700 meter en dat wordt steeds kleiner. En wat kun je dan nog meer hiermee? Dat ben ik wel benieuwd. Nou, je kan even het lijstje afgaan natuurlijk. Je kan een apparaatinformatie opvragen. Je kunt audio opnemen. Mm-hmm. Of een foto maken. Of misschien een leuke om aan jou te vragen dan. Om gewoon die telefoon vasthouden en gaan te kijken of jij iets ziet veranderen. Heb je nog leuke Snapchats? Oh, wacht, mag je incident niet gaan kijken? Nee, ik heb niks gezien. Hij heeft hem nu uitgezet. Wat? Hij heeft een foto al gemaakt. Nu al? Ja. Nee. Dus take picture, opdracht. Nou, dan hebben we hier de foto's die we net hebben gemaakt. Wat is nu de wet van... Ja, dat maakt me wel een beetje zorgen op. Want er komt een nieuwe wet, computercriminaliteit. Nummer 3. Er zijn zelfs twee voorgangers. De overheid mag hacken als een gevangenisstraf langer dan 2, 4 of 8 jaar. Dat ligt een beetje aan de hoe ver ze gaan is. Dus dat klinkt op zich vrij goed. En de uitzondering is, wanneer het om een zaak gaat, waarbij de straf misschien minder is dan 2, 4 of 8 jaar. Maar het maatschappelijk belang heeft. En dat is een hele gevaarlijke term. Want het maatschappelijk belang voor de overheid is heel anders dan hoe ik kijk tegenover maatschappelijk belang. Ja. Ik ga een heel radicaal iets zeggen nu, maar de reden dat in Nederland zoveel Joodse mensen zijn verdwenen, opgepakt, is omdat wij zo'n fantastische administratie hadden. Dus er moeten enorm veel zekerheden worden ingebouwd in iedere wetgeving die over privacy gaat, om ervoor te zorgen dat misbruik kan worden voorkomen. Dus dat is... We gaan even kijken. Nou, gezellig. Je kunt doen om zo'n bed. Ik vind het wel interessant wat jullie aan het doen zijn. Nou, bedankt. En je filmpje. Ja, dankjewel. Ja, was goed. Fijne dag. Zo. Dat is trouwens best wel een prijzige code. Ik moet steeds weer wat rekenen. In jouw video zeg je dat ook het virus, hetzelfde virus dat jij hebt gebruikt, ook in een Pokémon Go versie zit van voor de release datum. Ja, het was inderdaad te merken als je Pokémon Go installeerde en een hele hoop toestemmingen moest geven. Dat je krijgt dan zo'n schermpje vaak van deze app wil toegang tot. Oh ja, klopt. Nou, als bijna alles was aangepinkt, gefeliciteerd, je hebt een virus. Oh, fuck. Volgens mij heb ik serieus al vet veel dingen moeten aanvinken. Kan iedereen dit doen wat jij hebt gedaan? Of moet je wel toch even een dag of drie even goed researchen? Ja, het kost wel meer dan een dagje of drie. Kijk, een virus verspreiden is niet moeilijk. Dat kan iedereen, denk ik, met een beetje research. Ja.
Ik hoop dat ik niet werd vervolgd. Ik ga zeker naar Find My Phone kijken, zou ik zeggen. Ja. En geniet ervan. Laat maar weten hoe het was in de reactie. Ja, heel erg bedankt. Later. Later. Doei. Bam. En dat is een heel abrupt einde. Wil je de docu van Anthony zien? Klik in de link in de beschrijving. En als je al een duimpje omhoog hebt gedaan en geabonneerd, dan wens ik jou een heel fijn weekend.